Waarom is dat onderscheid eigenlijk zo belangrijk, dat je weet wie de hoofdartiest is en wie de sessiemuzikant is? Ja, dat heeft te maken met de verdeelsleutel die wij gebruiken voor het doorbetalen van de vergoeding. En kijk, nou, dat is fantastisch. Daar hebben we een heel mooi afbeelding van. Zoals je hier ziet, gaat de helft van de vergoeding die wij als Scene incasseren, gaat naar de producenten en de helft gaat naar de uitvoerende artiesten. In dit geval is 2200 euro gulden, zeg ik. Nou, dat is wel heel lang geleden. De totale vergoeding die wij binnen hebben gekregen. En dan zie je dus dat elke hoofdartiest 5 punten krijgt. En elke sessiemuzikant krijgt in dit geval 1 punt met een max van 3 punten. Dus mocht jij als sessiemuzikant worden ingevlogen en je speelt en de drums en een gitaarriffje en, nou, ik zeg maar wat, een viool, dan kan je maximaal 3 punten van ons krijgen. Dus in dit voorbeeld zie je dat er in totaal 11 punten te verdelen zijn, waarbij je dus als hoofdartiest allebei 500 euro krijgt en een sessiemuzikant krijgt 100 euro. Dus daarom is het zo belangrijk om te weten, ben je hoofdartiest of ben je sessiemuzikant? Want je ziet nu waarvoor verschil dat kan maken. Ja, nou, dat schemaatje helpt zeker om het even beter te begrijpen. Maar sowieso, dus de hoofdartiest krijgt 5 punten, een sessiemuzikant krijgt 1 punt per gespeeld instrument. En daar zit dus een maximum van 3 op. Dus het kan niet zo zijn dat een sessiemuzikant meer overhoudt dan een hoofdartiest. Toch, Jordi? Juist. Nee, perfect.